hele goede middag, lieve vrienden. Van harte welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag de 19e alweer, 19 april. Het is 11:32 en het is ook zo prachtig mooi weer. Er zitten wel wat veren in de lucht, maar ja, dat laat ik jullie niet zien, want dan worden jullie kippig van de zon. Ja, maar ik ben er blij mee. Ja, mijn hondje loopt even lekker buiten te scharrelen. Moet ook kunnen. Mijn prinsesje zit in de stoel, zoals gewoonlijk. Die kwam net de kamer binnengelopen. Hé, meisje? Ja. Mijn broodje staat klaar, mijn koffie staat klaar. Ik ga er weer tegenaan. Zometeen komt de huishoudelijke zorg Rebecca weer. Ja, die komt maar weer met van alles en nog wat helpen met de zwaardere dingen. Dus dat komt goed. Zolang ik zelf ook nog wat kan. Ik doe lichte spullen met mijn handen waar ik bij zitten kan. Ja, als ik moet gelopen, heb ik mijn wandelstok nodig en dan heb ik maar één hand ter beschikking. Nou ja, dat schiet niet op, dus je blijft zitten en dan kun je meer dingen doen en je race door je kamer heen. Ja, en dan gaat ze boven naar de gang, dus het komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, geniet van jullie dag en geniet van deze vlog als die straks op YouTube komt te staan. En geniet van alle liefde die jullie kunnen ontvangen. En geniet van het prachtige weer, wat we ook maar weer mogen ontvangen van onze lieve Heer. Dat ik zeg, tot later. Doei, doei. Ja, mijn hondje heeft zoveel last. Ik heb hem nou net zelf geprobeerd te behandelen. Ik had mijn trippelstoel hier op de grond staan en op de rem en op zijn laagste stand. Ben ik op de grond heb me laten zakken met behulp ook van mijn stok en de stoel. En ik heb hem tussen mijn benen ingenomen en ik heb zijn oortje geprobeerd te behandelen. Nou, ik weet het niet hoor, maar ik hoop dat het overgaat, TCT, want dit is niks. Ik heb het zo met hem te doen, hij heeft een rode oogjes van, pijn en hij zoekt iedere keer mij op. Ook, zoals jullie weten, gaat hij onder mijn bureau leggen. Terwijl hij normaal gewoon op de bank ligt. Ja, of weet ik van waarom mee, maar nooit. Ja, wanneer hij bang is van onweer of wat dan ook, gaat hij onder mijn bureau. Maar nu, ja, hij kruipt zo wat in me. Hé, manneke, ja. Maar ja, oké, lieve vrienden, ik ga, ik heb nog steeds last van mijn maag, het wil maar niet. Wou ik maar wel, ja, dan voel je toch weer heel wat anders. Hey, hallo. Kom jij ook binnen, meisje? Is het je te warm buiten? Ja, het zou warm worden, hè? Ik weet niet hoe warm het nou is. Zullen we eens even kijken. Er staat 25 graden. Staat er. Bij het zonnetje. Ja, en dan heet de kachel uit. Die staat op 14. En het is hier 24,5 en ik heb alles open. Ja, ja. Dat geeft de toon dus aan. Maar oké, lieve vrienden. Ik weet niet wat ik ga doen. Ik heb Facebook bijgewerkt. En ik denk dat ik maar eventjes weg ga. Ja. Dat ik mijn hondje lekker met rust laat. Eerst moet het oortje aan de betere hand wezen voor de die eigenlijk mee wil nemen. Ik vind het zielig. Ja, hij heeft nou zoveel pijn en zoveel verdriet. Mijn arme hondje. Ja, en ik heb last van mijn maag. Dus dan kan ik niet echt een riem om. Dus ik laat hem lekker met rust. En dan gewoon eventjes de hort op. En eventjes toch gelijk ook weer even boodschappen doen. Ik moet vuilniszakken hebben. Ik moet pedalen in mijn zakken hebben. Dus ik moet sowieso naar Albert Heijn. Ja. Maar dat komt goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, tot straks maar weer. En ik neem jullie mee met de GoPro. Ja, ja. Doei, doei.
Ja, lieve vrienden, dit is dan op het kerkhof. Ik sta nu bij het graf van mijn liefhebbende moedertje, mijn eigen moedertje. Ja, die is begraven. Die heb ik helaas niet bij me. Maar die hangt wel een ring om mijn nek in een hartvorm. Dus ja. Ik heb jullie even meegenomen naar de toe. Dat, ja, dit is voor mij een dierbaar plekje. Ik kan het niet meer schoonmaken. Doet pijn hoor. Ja, het gedicht is niet meer te lezen. Maar ja, hoe ik dat ooit goed kan krijgen, ik weet het niet meer. Het is helemaal vergaan. Maar ja, ze zit in mijn hart, hè. Ja. Dus ja, lieve vrienden. Het is bloedheet hier. Mijn co-pro die had het net even de geest begeven. Die deed het even niet meer door de hitte. Nou deed hij het weer wel. Dus ja, ik ga weer even een windje opzoeken. Dus ik zou zeggen, tot straks als we thuis zijn. Doei doei. Ja, lieve vrienden, en daar zit ons meisje. En Chrissy is al geweest, die heeft allebei zijn oortjes gedaan. En ja, het zag er behoorlijk beroerd eruit. Maar hopelijk komt dat wel weer goed. En anders weet zij wel een heel goed adresje waar ik naartoe kan met hem. Ze zal even een kaartje van haar vragen. Heel misschien als Chrissy al vanavond tijd thuis is,
dan komt ze nog weer hier even naartoe en dan zo eventjes zijn voetzooltjes gaan knippen. Ja, voetzooltjes, de haren die tussen zijn tenen wegkomen. Hij glijdt onbehaald naar buiten. Nou, dat is ook niet leuk, hè? Nee, als je een klein kind uitglijdt of wij glijden uit, dat is ook niet leuk. En voor het dier net zo goed. Dus dat gaan we ook verhelpen. En ik heb het lekkers gemaakt. Ja, ik zal het jullie laten zien. Ik ben druk bezig geweest. En het staat nou lekker te pruttelen. En ja, wat is het? Nou, kippengroentesoep. Ja. Dus dat ziet er goed uit en het ruikt overheerlijk. Ja, mijn eigen gemaakte soepie weer. Wel een bouillonblokje erdoorheen, maar dat maakt me dus niet uit. Dat, ja, lekker. Ja, het is een pan vol. Dan denk je van, wat moet je ermee? Nou, nog voller maken, want ik ben nog niet klaar. Maar ik ben wat vergeten te halen en dat doe ik dan eventjes morgen. Even vermicelli halen. Want dat moet er nog bij in. Want dat gaat, ik ga het straks wel voorproeven. En dan kook ik de vermicelli even apart. Dat het ook gaar is. En dan kipper ik het erbij in. Dan heerlijk. Ja. Ik ben het gewoon totaal vergeten. Kan gebeuren. Vergeten is menselijk. We vergeten allemaal wel eens wat. Dus ja, ik ook net zo goed. Hou eens op de lek. Ik zit gewoon in mijn bril schitteren. Hé. Hey. Moet je zo likken. Hoe lelijk vond je me dan? Ja. Wat ruik je? Kippie, hè? Ja, jij het kippie gehad. Kippenvel, hè? Dat doet vrouwtje niet kippenvel. Maar ja, vies een zeen heb je gehad. En vet. Drillere vet. Dus vrouwtje allemaal niet. Ja, je hebt dubbel gehad, want ons prinsesje wou niet, hè? Nee. Die wou niet, ja, twee stukjes op ze gegeten. En de rest moet ze staan. Ja, nou ja. Dan gaat het naar haar toe. Ja, waarom moest je nou niet, meisje? Ja, waarom moesten we nou niet? Hé, waarom moesten we nou niet? Wat een dikkie. Moest je niet de kippie? Is het goed voor jou, kippie? Ja. Nou, waar ben je nu? Kiekeboe. Kereltje. Oh ja, er zit er nog eentje opgesloten, althans, opgesloten. Dus ze moeten hier altijd verspreid wat eten. En er zit er eentje nog achter die deur, althans, die zal wel nou naar boven wezen met schoteltjes erin. Nee, die laat het ook staan. Krijg wat? Moet je geen kippie? Hier, moet je niet kippie? Nou ja. Krijg wat, moet je niet kippie? Ben je gek bezig? Waarom blijf je dan staan daar? Je had het op kunnen hebben. Mal bezig. Ik weet niet meer. Doe dat. Moet je niet? Geef ik je dat Rodo. Kom maar. Kereltje. Ik kom daar, man. Jij wat verdiend, hè, na vandaag te feesten. En aan je oortjes. Oh, de lekker, man. Ja. Kereltje toch, hè? Nou, en dit. Zomaar op. Waarom de anderen dat dan niet willen? Ik weet het niet, hoor. Maar het zal goed wezen. En dat zal ik zo meteen weggooien. Dat moet in de container. Hé, hey, je kom eens bij vrouwtje. Kom eens, man. Hé. Hey. Ja, dat is waar. Dat zijn bonken. Dat mag je niet hebben. Nee. Ja, dat ruikt lekker, maar die krijg je niet. Wat voor dikkie. Ik ga me drinken. Hé, hey? Ja. Nou, lieve vrienden, ik zeg gewoon, ja, ik ga straks zelf ook eten. Ik neem een kommetje soep
En ik ga, hoe heet dat, ragout. Wat voor ragout? Rundvlees ragout ga ik opwarmen. En dan heb ik nog van die pasteibakjes. Dan neem ik een pasteibakje. Misschien wel twee, want zo voedzaam is dat ook weer niet. Want het is maar bladerdeeg, dat vult niet. En dan kom je de zoete wijn, dan heb ik het alweer genoeg. Ja, dus komt allemaal goed. En ik zeg allemaal hele fijne, liefdevolle avond. Ik zit hier drie keer met de camera te dicht op mijn snuit. Maar in ieder geval allemaal een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En ik zeg tot straks maar weer. En trouwens, geniet ervan, hè. Het is prachtig mooi weer. Heerlijk. Doei. Mooi, hè? Vliegtuig in de lucht. Hoe gaaf. Kun je dat zien? En zelfs de maan, die zie je. Ja, ja. Echt een mooi gezicht. Gaaf. En daar gaat er ook nog één, maar dan moet ik even zoeken in de lens. Ik zie hem zo niet, die zit hoger. Ja, daar zie ik hem. Kijk, dat is mooi. Geweldig. Hé, hey, rooie. Oh, wat is dat nog dichtbij? Nee, uitzoeken. Moet hij wel willen. Hij wil niet. En dat bedoel ik. Nou, zeg. Wat een rodding. De ene keer wil die wel. Je bent ook zeker, ja, je bent nog heel dichtbij. Jij ook nog. Ja. Nou, krijg het niet teruggezoomd, vrienden. Zo komt hij dichterbij en dan moet hij verder weg. Hij wil niet, hoor. Nee. Verder dan dit krijg ik hem niet terug. Moet ik hem eerst weer uitdoen voordat ik hem weer aandoen. Dus sorry, lieve vrienden. We doen het eventjes. En daar waren we weer. Ja, de vliegtuigen zijn dus alweer voorbij. Ja, dat, het is prachtig mooi weer. Daar gaat er nog een, die is veel te ver weg. Maar in ieder geval, ja, het is heerlijk weer. Maar ik ga wel weer naar binnen, want het begint toch wel nou koeler te worden zonder een feest. En binnen is het nog lekker behagelijk. En ik heb net weer medicijn ingenomen voor mijn maag. Dat, ja, ik ga de deur weer dicht doen. Komen jullie naar binnen of blijven jullie buiten? Moeten ze zelf weten, toch? Ja. Wacht voor mij. Ik doe het. Oh, hij is nu op het haakje. Nog, kom maar. Ga je mee, kerel? Nee? Nou, dan blijf je buiten. Ja, toch? Ja. En in huis wordt het al donker, dus ja. Ik wil toch zo meteen lichtjes aan gaan doen. En ja, dan moet toch de deur dicht, anders krijg je muggen binnen en dat wil ik niet. Nee, hou ik niet van. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet van jullie avond. En ik zeg alvast welterusten, lekker slapen, mooie dromen. Morgen gezond weer op, het is donker, hè? Ja, ik hoop dat jullie me nog zien. Maar in ieder geval morgen gezond weer op en tot aan de andere kant van de nacht.
zeggen. Tot morgen!